13 rondes te gaan, dames en heren, op het provinciaal kampioenschap Café La Siesta, Café Quattro. En voilà, ze zijn vertrokken voor 13 rondes, ongeveer 20 kilometer. Succes, renners! Ik heb de winnaar bij me staan, Wout Veugelen uit, ik denk, Lubeck. Werchter nog wel, mooi jongens, toch wel. Hoe content kan een man zijn met een provinciale titel? Zeg nu eens hoe blij je bent. Ja, ik ben heel blij. Ja. Heb je dat eens een kop beklommen of iets wat daarop lijkt? Ja, we zijn dus Frankrijk geweest, toen we naar Poppen, maar wat gingen rijden. En dan waren we ook een fiets mee. Ja? En dan hadden we ook een 3 Noem eens die kolf bij naam. Dit is de eerste was met deze halt. Oeh la la. En dan? Alpe d'Huez. Dan was het Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Ja, Alpe d'Huez. Ja. En nog iets. Croix de Fer. Ik Croix de Fer. Volgens mij is het aan het liplezen, aan mijn liplezen, is het de kool de Croix de Fer in de stad bij de mannen. Ja, en de Glandon. Hoe is het geweest? Hoe was dat, die 3 kools? Dat was toch. Het is te hopen. Zometeen mag je naar het podium. Voilà. En ik weet niet wat je daar allemaal gaat krijgen. Een Ferrari misschien, of ik weet niet wat voor merk het zal zijn, maar in elk geval. Proficiat, kameraad. Dames en heren, hier ook aanwezig, hier op het plein. Geef je hem een applaus. De kerstverse provinciale kampioen, Wout Veugelen, markten van jou. Ja, hier staan we klaar aan het podium. Dus voor de... Dit wou ik eigenlijk horen, Freddy Veugelen. Ik ga je laten. Je zoon is provinciale kampioen geworden. Een hele dikke merci.